Welkom bij U Online, het programma waarin we het meest opvallende nieuws van onze website, Facebook en Twitterpagina voor u op een rijtje hebben gezet. En we kijken natuurlijk ook naar de reacties die het nieuws losmaakt op sociale media. We gaan het hebben over de lintjesregen, de bekerbaby en de Utrechtse krokettenpizza. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws en dat is deze week toch wel Koningsdag. De maand april is in 15 jaar tijd niet zo nat geweest als nu. En dat hebben we gemerkt ook op Koningsdag. De dag om heerlijk traditioneel spulletjes te verkopen op een kleedje viel een beetje in het water dit jaar. Daardoor was het duidelijk een stuk rustiger op de vrijmarkt in Utrecht. Vorig jaar kon je hier over de hoofden lopen, maar het slechte weer houdt veel mensen thuis. Maar echte diehards zijn er zeker te vinden op de vrijmarkt in Utrecht. Het was droog en het regende niet. En dachten we, nou, kom, we gaan ervoor. Het is traditie, al 25 jaar. Ik heb altijd in de winkel gestaan en nu één keer in het jaar eens een keer hier staan. Dat is toch leuk? En als er dan toch een buitje valt, dan laten deze vrijmarktkooplieden zich niet kisten. Ja, het weer was niet zo best. Het was zelfs de koudste Koningsdag sinds 1985. Dat hebben we vast wel gemerkt op sociale media. Zeker, mensen zaten gewoon lekker binnen op de bank met een filmpje. Zoals Ramona, die dacht van ik kom de deur niet uit. En deze vond ik zelf ook wel heel erg grappig. Koningsdag 2016 met een paar blikken erwtensoep en wat vliesdekens. Want ja, het was toch echt wel heel erg koud. Heb jij trouwens nog wat regendansjes gedaan, of niet? Nou ja, met een oranje poncho aan. Dus eventjes, ja. En heb je toen toevallig ook dit liedje toen gezongen? Wat is dat voor liedje? Het Koningsdagliedje. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Het is een parodie op een eerdere versie natuurlijk, waar veel over te doen was. Ja. En die verscheen ook op social media en werd massaal gedeeld, omdat mensen het toch wel erg vervelend vonden, hè, al die regen die uit de lucht kon vallen. Ja, dat is wel een beetje jammer. Dat was zeker jammer. Maar tot slot, dit vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om mee te eindigen. Er is dus nu ook een oproep geweest om de koning volgend jaar naar Utrecht te halen. Hij is hier geboren, het is een geboortestad. Ja. En volgend jaar wordt hij 50, dus dat is een bijzondere verjaardag. Maar denk je echt dat we kans maken? Dat is natuurlijk een beetje afwachten. We kunnen natuurlijk alles aan doen om hem hierheen te krijgen. Volgens Royalty Watcher Jeroen Snel uit Amersfoort is de kans aanwezig. Zo'n 75%. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit, hè? In de provincie Utrecht zijn dinsdag weer de koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De meeste lintjes kwamen terecht in Utrecht, Stichtse Vecht en de Ronde Venen. Ja, en hier zien we het totaal aantal lintjes in beeld dit jaar vergeleken met vorig jaar. Ja, een stuk minder. Ja, er zijn inderdaad een stuk minder uitgedeeld. Dat klopt. Dus wat is de reden daarvan? Ja, het is altijd een beetje lastig om dat te achterhalen. Maar het werkt natuurlijk zo dat mensen aangemeld moeten worden. Dus waarschijnlijk hebben gewoon minder mensen de moeite genomen om iemand aan te melden. Oké. Okay. En zaten er nog bijzondere verhalen tussen dit jaar? Nou, er was wel één verhaal wat echt heel opvallend was. Dat gaat over de 96-jarige Martin Mobach uit De Bilt. Hij is hij is veteraan en hij heeft gediend. En hij heeft het dit jaar in het zonnetje gezet. En dat begon de dag op een hele speciale manier, omdat hij echt vanuit huis werd opgehaald. Veel plezier, opa. Veel plezier, opa. Wat een verrassing. Ja. Ik ben helemaal nerveus. Ja. Rustig aan, maar. Je hebt goede begeleiding. Dank u. En hier rijden ze natuurlijk weg. En wat het leuke hieraan is, meneer Mobach heeft vroeger zelf ook op die motoren gezeten. En heeft ook echt de koningin begeleid. Okay. Dus voor hem was het echt gewoon een weerzien met zijn verleden. Dus hij kan zich daar heel erg in herkennen. Extra bijzonder. En wij hebben hem zelf ook nog gesproken. Het was een hele drukke dag voor meneer Mobach. En zeker ook omdat iemand 96 is. Dat kostte natuurlijk heel veel energie. Maar we hebben hem eventjes opgezocht, want wij ook een documentaire over hem hebben gemaakt. Dus we hadden zijn nummer nog en we hebben hem even een belletje gedaan. Dan kreeg u de onderscheiding, vermeld het officiële bericht, omdat u 50 jaar zich heeft ingezet, ook voor die Marsouzee waar u zo aan verknocht bent, maar ook omdat u heel veel doet om de herinnering aan de oorlog en de onderdrukking in stand te houden. Ja, dat. Kijk, ik heb natuurlijk die oorlogsjaren meegemaakt. En ik ben in het verzet terechtgekomen. Dan loop je in feite met twee petten op. Het ene uur, bij wijze van spreken, had je de pet van de Marsouzee op. En het andere uur had je de pet van het verzet op. Dan deed je weer iets wat helemaal tegen je opdracht in was. Dat was heel moeilijk. Daar heb ik nog wel eens last van gehad later ook, hoor. Om dat allemaal te verwerken, natuurlijk. Ja. Nou, op sociale media moet het hierover zijn gegaan. Zeker, en dat heeft natuurlijk met name te maken met het indrukwekkende verhaal wat meneer Mobach vertelde. Hij werd trouwens ook herkend door zijn buurvrouw. Die heeft ook bij ons op de pagina gereageerd. En die zegt helemaal top, echt verdiend.
Maar er waren mensen die ook echt geëmotioneerd raakten door zijn verhaal. Omdat het natuurlijk toch niet niks is en op zo'n leeftijd. En dat zien we dus ook weer terug. Hmm. En tot slot, ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die een beetje criticasser zijn en toch iets negatiever er tegenaan kijken. En dan met name tegen de lintjesregen. Leuk hoor, die lintjes poppenkast. Dus ja, dat heb je ook altijd op social media. Dan gaan we naar nieuws uit andere media over Utrecht. Meneer Burger. Wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. Hij is een fenomeen op internet. RTV Utrecht maakte ooit een item met hem om aan te tonen dat het Utrechtse stationsgebied slecht toegankelijk was voor minder valide. Het item maakten we in 2011 en af en toe duikt het filmpje met meneer Burger weer op vanwege de bijzondere beelden die erin zitten. En nu was het de beurt aan Dumpert. En dan rij ik naar voren, maar... Ik schrik er eigenlijk weer een beetje van als ik dit zo zie. Ja, ik moet eigenlijk een beetje om lachen, want ik heb het in beelden inmiddels al heel vaak gezien. Het filmpje is natuurlijk gemaakt om aan te tonen dat het niet zo goed was in het Utrechtse stationsgebied om er met een rolstoel rond te rijden. Ja, dus, hoe gaat het nu met meneer Burger? Ja, eigenlijk best goed. Ik heb hem eventjes gebeld en ik heb hem gesproken. Het is een gezellig telefoongesprek, maar hij liet me ook weten dat hij nog zich heel erg druk inzet voor de minder valide in Utrecht. En dan met name het gebrek aan... parkeerplekken, vooral bij de stad Schouwburg en het Centraal Museum, zou het niet best zijn, volgens meneer Burger. En over Paleis Soestdijk had je ook nog wat? Klopt, we hebben ook nog wat gevonden over Paleis Soestdijk. Omroep Max die was daar woensdag om daar opnames te maken in verband met Koningsdag. Het was een feestelijke uitzending en was toch best wel bijzonder, omdat het paleis natuurlijk toch een beetje onder vuur ligt. Het moet opgeknapt worden, honderden miljoenen euro's voor nodig. Maar ja, wie gaat dat betalen, dat is de vraag. Maar tijdens de uitzending was er helemaal niks van te merken. Dat zag er goed uit. Dat zag er heel goed uit. Ja, zoals je ziet, ziet het er nog steeds heel goed uit van een stukje. Maar als je dichterbij gaat kijken, dan brokkelt het allemaal af. En er was heel veel publiek op afgekomen in die paar minuten dat de zon aan het schijnen was. Ja, het ziet er zonnig uit inderdaad. Ja, klopt. En Rutjo Kot die bracht er aardig wat sfeer in. Dus dat was misschien wel voor een van de laatste keren dat daar tv-opnames zijn geweest. We gaan verder met iets wat vast en zeker goed zou kunnen scoren op Koningsdag. De nieuwste snack in fastfoodland, de pizza Marjolein uit Utrecht. Het is een multiculturele smaaktrip, want het is een Turkse pizza met daarin twee Hollandse kroketten. De pizza Marjolein wordt gemaakt in een snackbar in het centrum van Utrecht. We gaan straks met deze pizza Marjolein naar buiten, maar ik wil zelf ook wel weten hoe die smaakt. Even een test. Bijzonder. Maar wat vindt de pizzabakker er zelf van? Hoeveel heb je er zelf al gegeten? Nog niet. Ik ga zo eentje proberen. En waarom niet? Meer tijd. Ja, ik vind het een beetje heftig. Te heftig voor de kok zelf. Dan maar naar het publiek op straat. Ik zal hem aan jou geven. Het is een Turkse pizza met kroketten erin, zeg je. Een rare combinatie. Nee, ik vind het niks. Het lijkt me een rare combinatie inderdaad. Ja, zou jij hem proberen? Nou, proberen wel. Maar heb je hem al gegeten? Ik zelf nog niet, maar ik zal wel een van de andere combinaties proberen. Want hij wordt dus in meer varianten aangeboden. Je hebt dus de kipcorn, de kaassoufflé, de frikandel en de Mexicano. Natuurlijk, ja. Dus keuze is reuze. Ja. Maar op social media is het toch een beetje afwachten hoe daarop werd gereageerd. En de meeste reacties die voorbij kwamen hadden toch iets weg met deze smiley. Oh. Ja, een kotsende smiley. Heel veel mensen moeten er toch niet aan denken. Nee, maar loopt het ook een beetje, de verkoop? Ja, het loopt ook een beetje, maar niet heel erg veel. Er worden er zo'n 10 per week verkocht. En mensen die zijn dus ook, sommige mensen zijn zo enthousiast dat ze zelf ook suggesties doen van goh, dit en dit zou je er nog op kunnen smeren, zoals deze. Zou een pizza met warm vlees en stroken of saus wat zijn? Ja. Je trekt een beetje een vies gezicht. Nou ja, daar kan ik me dus niks bij voorstellen. Nee, ik ook niet. Maar mensen die fantaseerden echt rustig op los. Maar tot slot wil ik eventjes afsluiten met deze Twitter-reactie van Hansie. Je verzint het toch niet, hè? Want dat was toch al een beetje de hoofdmoot. Ja, hoe kun je nou zoiets verzinnen en hoe kunnen deze aparte smaakcombinaties ontstaan? Een bekernieuwtje om weer wat vrolijker van te worden. Dat is natuurlijk de geboorte van de bekerbaby. Een vrouw uit Rosmalen, fan van FC Utrecht, zat zondag in de Kuip. Maar de spanning werd haar iets te veel, toch? Het was lange tijd heel erg spannend. En het was inderdaad, werd haar net iets te veel, want ze was hoogzwanger. En ze had toch het risico genomen om naar de wedstrijd te gaan. En we kwamen erachter omdat er foto's werden gepost op Twitter. Zoals je ziet, zien we haar hier met een aardige bolle buik. Ja, maar ze had het wel naar haar zin. En ook de volgende selfie die werd nog vrolijk gemaakt.
Maar niet veel later was het raak. En wij gingen dus op visite bij de kleine baby Rembrandt. Zeg je hem zo? Ja. Kijk eens, zo. Kijk, vindt hij fijn bij jou, hè? Heeft Rembrandt enig idee dat hij de bekerbaby is? Ik denk niet dat hij dat idee heeft, nee. Denk je wel? Nee. Je weet dat we gisteren... Ik was 40 weken zwanger in één dag. En ja, de andere kinderen die zijn allemaal ver voorbij de 41 weken geboren. Dus de verloskundige zei ook, gaan maar lekker dingen ondernemen, lekker doen. En toen de wedstrijd afgelopen was, toen zijn we naar huis gegaan. Toen hebben we de oppassen naar huis gebracht. En we gingen lekker slapen in bed, dachten we. Maar toen braken de vliezen. En hoe voelt dat nou, een bekerbaby? Ja, dat voelt heel erg goed. Maar ja, alleen zonder beker. Dus ja, het is niet allemaal een bekerbaby, hè? Het was iets meer een bekerbaby geweest als we ook de beker hadden gewonnen. Ja. Ik denk dat hij veel verdriet heeft omdat we de beker niet hebben gewonnen. Dat is wel toch wel een grote teleurstelling voor hem. Ah, nou, leuk verhaal. Zeker, we hoorden baby Rembrandt natuurlijk al huilen op het moment dat het over het verlies van FC Utrecht ging. Dus dat zit al wel goed. Ja, maar... En de fans die waren ook een beetje verbaasd aan de ene kant over zijn naam. Want Rembrandt is natuurlijk een schilder die zijn roots heeft in Leiden. Veel in Amsterdam is geweest. Ja. Nou ja, je kent de haat-liefdeverhouding tussen Utrecht en Amsterdam een beetje. Dus heel veel fans vroegen zich af, waarom noem je hem nou Rembrandt? Dus dat was wel, daar werd echt veel over gesproken. Ze hadden dat voelt niet zo goed. Nee, die haat zit diep, hè. Dus ze hadden toch liever een andere naam gehad. Ja. Waren er nog meer reacties? Zeker. Tot slot, deze vond ik ook wel heel erg grappig van Jolanda. Die was er dus bij. Die heeft de familie dus zien staan. En die dacht al van, ja, het is wel een hele erge bolle buik. En respect dat je dat gaat doen. Maar baby Rembrandt kan wel één ding zeggen. Hij was er dus wel bij. Tijdens die legendarische bekerfinale die we helaas verloren. Inderdaad, ja. Hij was erbij. Tot zover U Online voor deze week. Vanmiddag om 5:00 zijn we er uiteraard weer met een nieuwe U Vandaag. En volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Als u nog leuke filmpjes heeft, mail ze naar nieuws@rtvutrecht.nl en misschien komen ze wel op onze Facebook of Instagram pagina te staan. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend. Dag.